Je hebt toch niks gedaan met Audacity, toch? Nee. Oké, mooi. Rent nog steeds. Ah, we gaan op planeet Siberius. Ik ga niet meer over Siberië praten, want fuck Siberië, anyway. We zitten nu in de sneeuwwereld. Dat is mooi, want ik ben een Nederlander en ik weet niet wat sneeuw is, dus dat is een mooie verlies voor mij, weet je, het lijkt iets nieuws, weet je wel. Kom op, Jess. Zo lang geleden sinds de laatste keer dat er sneeuw was. Al was het voor 2 dagen. 2 jaar geleden. Noem je dat echt sneeuw, Douw? Dat is niet echt sneeuw, dat kan niet mee. Dat was 2 dagen en je kon met ijzer in de volgende dag zo. Aha, kom op, koop. Yes. Nou, dat is mee. Nee, dat is niet meer. Nee, je gewoon net een maand lang sneeuw. Nee, ik bedoel, het gaat niet om de lengte. Het gaat om hoeveel sneeuw er is op die dag. Ja. Het gaat om de volume. Als je zo graag veel sneeuw wilt gaan, een mooie vakantie naar Turkije is een optie. Maar dan, jouw punt is dat het in Nederland gaat gebeuren, zo. Ja. Weet je wat, ik wil niet geputfuck worden door de anti-blast die je al zegt. Oké, ik heb een hele mooie idee voor jou. Oh boy. Wat nou? Dit is een kapitalistische idee, hè? Wat nou als we de sneeuw gaan exporteren van de andere landen? Oh, wat een genius idee. Er was deze ene fucking man. Hij zegt zo van, laten we gewoon de zon van Curaçao filmen. En dan verkoop ik de zon van Curaçao in Nederland. Weet je wel, wanneer ze dan de tv aanzetten, dan zien ze de zon van Curaçao op Nederlandse tv. Genius. Hij zei... Het is niet alsof de hele wereld dezelfde zon heeft of zo. No. We moeten gewoon een zon van Curaçao op de Nederlandse zender zetten. Maar er zitten 2 plaatsen in de bos heel dicht bij elkaar in deze wereld. Vanaf deze gebouw kunnen we eigenlijk gewoon naar de volgende toe gaan. Ik weet nog wel dat ik jou ga laten zien waar dit fucking part voorbij is. Ga vanaf hier naar beneden, langs het gebouw, daar achter die hek zit er nog heen. Ik zie wat dingen in en uit poppen Ik weet niet welke mogame PC zat, maar ik fucking haat dit. Is dat wanneer? Niet iedereen heeft zijn eigen PC op de gamer, dus. Maar voor een of andere reden, wanneer ik zeg het maar. Het is jouw PC dood, ik heb jouw gegeven. Even kijken, maar voor een of andere reden, wanneer ik mijn fucking. Like, je weet toch, niet te minimaliseren. Als ik bijvoorbeeld Google Chrome wil gaan fensteren en zo. Dan zit hij voor een of andere reden is hij net zo groot als ik hem ga maximaliseren. Dat is fucking vervelend. Ik wil hem kleiner hebben, niet net zo groot. Dan moet ik weer 5 seconden moeite doen, volgens van de bommen. Nee, dat is het punt. Dus die 5 seconden moeite hoef ik niet te doen als iemand goed bezig gaat met deze ding. Ik begrijp. Het is hetzelfde als die fucking deur dicht doen. Godverdomme, doe die deur gewoon dicht. Dan hoef ik niet die 5 seconden te verspillen om die deur dicht te doen. En dus. Stel je voor, je hebt big tits. Je doet de deur open van rechts naar links. En de deur komt tegen je ene tepel aan. Ah! Wat anders van je? Ik heb dat geleerd van de Dragon Ball, blijkbaar, hè? Want ze zegt, haar boobs are so big. Wanneer ze dan de deur open doet. En als ze de deur open doet en dan onderschat hoe erg groot de ballonnen zijn, dan raakt de deur de tepel wanneer het langskomt. En dat doet gewoon heel veel pijn. Nou, wat kunnen wij eraan doen dat jullie sensitive tits hebben? Dus je moet gewoon. Dus als je een vrouw een deur open ziet doen en je ziet daar
geluiden maken, dan weet je waardoor het komt. Thanks. Dat is ook niet te lachen. Fucking Dragon Girl. Fucking shitpost, ik zweer het je. Man. Ik fucking haat. Like, je weet dat lolicons like, niet leuk hebben en zo, toch met hun fucking fetishes. Maar het is niet alsof nee, like, de fucking Big Titty lovers het ook leuk hebben op Twitter. Nee. Like, iedereen wordt in de fucking. Wordt gek gemaakt door deze fucking monster. Puritans. En natuurlijk. Er zijn ook mensen die like, legit de Big Titty anime girls pedobait noemen. Well, there's some truth to it, let's be real here. Er zijn zoveel. Er zijn zoveel van die Big Titty characters die like 15 jaar zijn of zo. Ja, maar hier is het ding though, it's like, what the fuck is the age better at that point? The fucking drawings. I know, right? It's the hele fucking punt met fiction. Zelfde fucking dingen waar like set 15-year-old like Rambin fucking wereld redden, okay? I know, right? Maar nee, de meest belangrijkste is just where are their organs, you know? Where are their organs? Maar ik heb het gewoon met zo'n Zera en Kandra voor deze argument. Ik vind het altijd zo bizar. Want welke pedo zou naar een pop? Ja, dat is een hele goede punt. Ik dacht pedo's los waren juist de mishandeling, om het zo te zeggen. En niet de fucking... De tits. Het gaat er altijd vanaf van een persoon. Ik denk ook dat sommigen zijn geboren om van één specifiek soort bloedgroep te houden, om het zo netjes te mogelijk te zeggen. Maar het is nog steeds slecht, wat hij eraan doet. Dat punt. I guess voor degene die niet wilt, zou slecht te zijn, moeten we dan een soort, I don't know. Therapie opmaken of zoiets. Het is gewoon een kut situatie om eerlijk te zijn. Maar je kan het niet zeggen, want als je het zegt, dan denken mensen dat ze gelijk een supporter zijn. Wat dit punt is. Nou. Ja, laten we eerlijk hier zijn, though. It's like. Het kan gewoon een fucked up ding zijn voor sommige mensen. It's like, je hebt deze soort, zoals je zegt, preference. Zoals hoe de hobo's, andere mannen leuk vinden en zo, maar ze worden daarop gediscrimineerd. Ja. Maar dit komt met homo's en zo, weet je, hun doen niks aan, weet je wel. Ze doen alleen de homo's iets aan. Want dat ze doen dat beide homo's het leuk vinden. Is het oké, weet je wel, maar het is dan heb je het over de andere groep mensen. En het is ik kan niet zeggen van, ze zijn niet zo geboren, want dat is wel zo. Maar je kan er ook niet zeggen van, ze zijn zo geboren, dus het is oké, weet je wel. Nee, dat is... Dat ergste gedeelte, laten we dit even fucking onthouden, is dat meestal. Ze gaan niet voor bodytypes achter, hè? Dat is het hele punt. Nee. Ze komen niet voor bodytypes, ze komen voor de leeftijd. Precies. Laten we eerlijk hier zijn, als hun criterium de leeftijd is, dan moet er toch een soort malice erbij zitten uiteindelijk. Nice. Tenminste, dat is te vermoeden, want Maar je kan het niet zeggen, want als je dat zegt. Dan denken ze dat jij voor hun supporter bent, dit punt is, en dat je export het niet. Het is gewoon de waarheid dat ze zo geboren zijn, weet je wel. I'm more for human rights, but you know, sometimes it's just such a pain in the ass with this one. Come on, Frank! Too slow, corporate lackey! Oh, a fucking socialist, I see. Well, weg voor een corporatie nu, dus ik is echt gelijk. No, wait, we are a socialist, fuck! Deze wapen is te OP, please durf. Is deze max kracht nog, weet je dat? Man, you're going gun blazing. I'm gonna do it. I can do it, Hobbs. Oh, he did it, Dennis. You had us worried for a moment. Do you suppose we should stop him? Not worth it. We've got what we came for. Let's just get that little guy back to Mr. Fizzwidget.
Ratchet? Spank? Is that Spank. You? We've accomplished our mission, sir. The experiment is safe and in our possession. Why, that's cutaneous! Absolutely munificent! You two are a galoptious team! We were glad to assist, sir. We just need coordinates to our next rendezvous point. Of course. I'm on my way to give a tour of Megacorp's historical mining site. Here's a little pack talk on the fragility. Megacorp Manufacturing and Mining, a tireless drum major leading the galaxy on its march of progress. Come tour our desert mining facility and see why our most precious product is our history. When we first arrived, we found a planet completely overrun by rainforest. To better accommodate the local wildlife, we transformed this impassable jungle into an easily navigable desert. Ever the technological pioneer, Megacorp invented the automated management team, thereby eliminating costly upward mobility, and all the while making your life richer. Megacorp Manufacturing and Mining. Our march continues to the tune of progress and profitability. Call Investor Relations today. Is that facility still operational, sir? Alas, no. But it's steeped in hysterics. I've offloaded the condiments to your naval computer. We'll see you there. Okay. Let's go, Ennis. We gaan spel maken. We zijn van spel, Ennis. Oh, nice. So fucking snel, man. Hey, there's Mr. Fizzwidget. What a fucking dick! What happened? Everything's fine. There was just a bit of debris on the landing pad. That was our ship. Don't worry about it, little fella. It's insured. So, do you have the, delivery? Terrifulous! Come, gentlemen. There is precious little time. Just sit back and relax, boys. How about a little flying music? He did that on purpose. Nah. He's just easily distracted. You're stupid! Yeah, well... Come on, let's see if we can find a way out of here. Jij bent degene die like, begrijpt dat Quarkje erin luistert en opeens begrijpt niet meer, what the fuck? Like, dit is de ene plotpunt van het spel dat ik het leuk vind, is like... Ze realiseren niet dat Fitzwitch iets like, slecht is of zoiets. Dat is like, what the fuck? Je hebt zo snel gemerkt dat Quark in het eerste spel, je hebt like, plek zoveel shit gegeven ervoor. En dan ben jij de dombo. Ja, dat is... Deze muziek is trippy als fuck. Dat was niet. Ja, stijper rijden van whatever. Dat zijn maar niet veel gebruikt, want zoals ik al zei, het speelt meer actie-oriënt. Dus, En dat is niet echt zo zitten voor een stijfruipel erbij te pakken. Laat wil ik je zeggen, alles is een one-hit-shot. Niks is een headshot in dit spel. Ja. En dat is like, als het bijvoorbeeld een spel zoals Noi was, weet je wel, waar headshot iets betekende. Kijk, zelfs dan, het eerste spel. De snijperrijf kan handig zijn gewoon voor het feit dat je veel vijanden like, in de wet like, verderop wilt uitschakelen. Omdat gewoon, je hebt niet zoveel mobility als in dit spel om dingen te ontwijken. Ja. Maar dit spel heeft heel veel mobility en daarvoor heb je ook heel veel vijanden op afgestuurd. Terwijl je met level bezig bent. Dus het is gewoon geen nut om like, snijperrijf te gebruiken. Plus, kijk naar de wapenkeuze die je hebt. Het kan fucking gestoord zijn. De ja. Fucking ninja sterren, de turrets, de atoombom. Geüpgrade worden ook. Dus ja, de sniper ziet er ook echt uit als like, niet een onhandig ding, maar just pointless most cases. Ja. Of outclassed is het beter natuurlijk. Ja. Het is niet net alsof je Doom niet
Doom aan het spelen ben, waar ik eigenlijk nee, Doom zelfs de sniper rifle mod is niet zo goed. Sniper, nee, je gebruikt niet de sniper rifle. Je hebt de sniper rifle like mod voor wat als de Ghost Cannon, maar dat is eigenlijk, het is een fout om dat te nemen. Dus ik ben echt beter af met like de fucking wat als de monster cannon wat erbij zat. Ja. Like de charge shot, wat fucking fantastisch is. Ja toch? Ik vind het dual turret. Oh, dat is wel. Ja, de dual cannon niet meer. Nou, is dat in het ding, het Doom Eternal? Dat is gewoon een. Nee, omdat het originele Doom. Like, is wel dat je Gatling doet, like, twee Gatlings heeft. Ja, wat dat? Ik weet dat het like, de fucking ding had. Dat ene mode waarbij je like, als een gek aan het vuren was. Oh, je hebt niet de dubbel Gatling gekregen? Was dat dat ene mode? Dat lijkt heel erg veel, in één keer, Hold on. This one says, use rock to break glass to get red, to break glass to get rock. Ooh, I love logic puzzles. Let's see, if you break the glass,